Oké. Spring, ik vang je op. Yes! Oké. Was dat goed? Prima, Leroy. Je bent heel gevaarlijk bezig met dat stunten. Dat kunnen we nu niet hebben. Leroy! Leroy is Superman aan het worden. Welkom, dames en heren, bij deze speciale Disneycraft aflevering. We zijn voor Warp Kantoor. Ik ga niet alles vertellen met een warp. Jullie moeten dat zelf gaan uitzoeken, maar jullie weten inmiddels dat dit het kantorencomplex is. En ik heb een achievement! Ik ben zeer dankbaar. Mijn coins waren gereset, dat weten jullie. Omdat ik mijn naam heb aangepast van Da Vinci-stel naar De Vinci-stel. Met een hoofdletter D. En dat vonden mijn achievements niet leuk, waardoor ze allemaal gereset waren. Echt waar, Vincent, we hebben medelijden met je, dankjewel. Maar ik heb er in de tussentijd al, even kijken, als ik heel snel moet kijken, dan heb ik er namelijk een stuk of 122. 122, is dat de helft? Nee, dat is meer, ik ben over de helft 1. Want de helft is natuurlijk 109, als ik het goed heb. 109 achievement, dan als je 110 hebt, ben je over de helft. En ik ben er wel trots op. Alleen, hier is nog een achievement, die is rood, dat vind ik jammer. De kasteelgeheimpjes. Oh, er zijn zoveel kasteelachievements. Ik moet echt een keer heel dat kasteel door gaan zoeken. Hallo meneer de Eend, u heeft een bochel. Ga eens naar beneden kijken. Kijk, en loop eens vooruit. Kijk. Hallo jongens en meisjes, hallo. Ik ben er ook weer. Even kijken hoor. Oh, en hebben we Woody ook. Maar we komen niet voor Woody en de gekke eend. We komen hier voor de parkeergarage. Want Kevin heeft namelijk heel veel mooie auto's gemaakt. En die auto's mag ik heel erg mooi gaan kopiëren en plakken. Nou zou je denken, Vincent, wat kan je nou in godsnaam veranderen aan een parkeerplaats? Nou, je ziet hier dat we meer groen hebben gemaakt, want dit groen was eigenlijk alleen maar grey. Dus alleen maar dat parkeerplaatsspul, die blokjes grey. En dat is nu allemaal groen geworden met inhammetjes, waar we plantjes gaan doen. Plantenbakjes. En zoals je ziet is het ook van 4x4 bij 3x6 gemaakt. Dus normaal was eigenlijk een parkeervakje, als ik hem even snel mag maken, was het parkeervakje ongeveer, nou ja, ik denk zoiets. Kijk, en dan moet ik even dit wegdenken. Dit was een parkeerplaats. Nou, en wat krijg je als je zo'n parkeerplaats hebt? Dan krijg je zo'n auto. We gaan dus even wat snel bouwen. Ik ben niet zo goed met bouwen van autootjes. Even opzij, meneer. Ja, zo. Kijk, dan krijg je zo'n autootje. En dan maken we even een van brik. Ik weet dat dat er niet uitziet. Maar dus hebben we een test, hè. Zo. En dan, kijk. Nou, dit is echt een heel lelijke wagen. Maar zo'n model kreeg je wel bij ons in de server. En dat zag er natuurlijk gewoon niet uit, dit, hè? Kijk, nou, dit ziet er niet uit. Dit is echt een Duplo-blokje. En als we nou dit even weghalen zo, even netjes weghalen, en je kijkt naar zo'n auto die hier staat, dan kan je gewoon een leuk busje. En dan zien we hier, dan zie je zo'n klein leuk autootje. En dan kan je veel meer leuke dingen doen. En, ja, het ziet er ook wat leuker uit. We hebben ook heel veel bomen weggehaald. Dat betekent dat wij... Dagobert hebben wij een nieuwe... Of wij hebben mogen geld lenen van Dagobert. Oh, hier zie je trouwens de oude parkeerplaats nog. Het is een kleine parkeerplek. En daar... Dat is een kleine vak. Er kunnen niet zoveel auto's. Maar dit zijn nog de oude. Die moeten toch aangepast worden. Helaas, ik dacht dat ik klaar was. Dus niet. Maar in ieder geval... hier bij de spans zijn dus ook allemaal nieuwe bomen gekomen. Zoals je ziet. Verschillende bomen hebben geplant. En ja, het is de magie van Disneycraft dat het... In één keer heel groot groeit. Want ja, een boom kan niet uit zichzelf zo snel groeien natuurlijk. Zoals je ziet zijn we nog bezig met hier en daar nog meer bomen verspreiden. Maar het ziet er al heel vet uit. We hebben echt hele grote mooie bomen die nu hier staan. Hier rechts zie je het verschil van links. Kijk, rechts zijn de World Adder bomen. En links zijn dan een beetje die bossen. Die Dagobert bomen. Die zien er van veel leuker uit. Dus we zijn bezig om het helemaal mooi te maken voor jullie qua natuur. En daar ben ik helemaal gek van. Ik ben gek op natuur. Nou, ik zie ook dat de lantaarnpaaltjes hier een beetje raar staan. Ik denk dat ik dit lantaarnpaaltje even weg mag halen. Zo. En ik denk dat we dan deze ook weg gaan halen. Prima. Zo. Nou, ik hoop dat jullie vanavond erbij zijn bij de livestream. Dan gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk VIP weggeven. En we gaan ja, gewoon weer leuke dingen doen. We doen altijd met de livestream leuke dingen. Dus vanavond om... 8 of om 7 uur tot 8 uur hebben wij een livestream. Dus wees er zeker bij. En ja, tot dan. Doei doeg!